Bij mij in de studio is inmiddels aangeschoven Rob van der Groen namens Clubhuis de Derde Helft. Rob, je was er vorige week ook. Toen vertelde je over de beweegdag en het walking voetbaltoernooi. Ik had als eerste vraag bedacht, hoe was het? Maar dat is een beetje onhandig om te vragen, geloof ik, hè? Ja, goeie avond. Het is morgen pas. Dus, maar hoe wordt het? Nog beter als dat jij dacht dat het geweest zou zijn. Nou, de voorbereidingen gaan erg goed. En ook alle deelnemers zijn enthousiast. En dat geldt ook voor de deelnemers die bij de beweegdag aanwezig zijn. Mooi. En de mensen die... Want dat voetbaltoernooi, dat was helemaal klaar met teams en geregeld. En bij de beweegdag kon je gewoon aankomen waaien, toch? Ja, dat is natuurlijk zo. Maar er is wel veel georganiseerd. Dus ja, alle natuurlijk. Activiteiten die er zijn, zal ik er een paar opnoemen? Ja, dat is leuk. Nou, we hebben workshops, walking hockey, walking rugby, walking korfbal. Nou, daar hoef je niet per se mee te doen, maar ik denk dat het heel leerzaam is om te zien hoe dat gaat. Er is een centrale warming-up met fysiotherapeut, waar je aan mee kan doen. En zo zijn er nog heel veel amusante activiteiten. Er is een vitaliteitsplein. Er kan je fitheid kan je laten testen. Oeps, maar confronterend voor sommigen. Nou ja, de een wil het weten en de ander niet. Maar het hangt allemaal wel naar sport toe en bewegen toe. De bedoeling is dat mensen dingen kunnen bekijken waarmee ze kunnen bewegen. We hebben fietsmaatjes, die zie je ook wel voorbij fietsen, maar nu kan je misschien een stukje meegaan als je dat wil. Dus, en die mensen die zijn dus allemaal klaar. Lachgas is er om de testen te doen, hè, de fysiotherapeut. En die voorbereidingen, en dat is fijn dat men ook komt, hè, want je gaat er van tevoren over spreken. En iedereen wordt er nu enthousiast over. We krijgen Old Stars Radio. Is altijd heel leuk. En dan staat er natuurlijk altijd nog een de Kika-actie. Die loopt ook op de beweegdag. En op het toernooi. Ja, dus jullie hebben niet Sleutelstad aan, maar jullie draaien oude gouden hitjes van toen jullie jong waren. Nou, ik weet niet wat hij draait. Maar hij praat ook veel. Dat zijn altijd de beste mensen op de radio, weet ik uit ervaring. Ja. Maar jij bent hier eigenlijk niet om over de beweegdag te praten. Maar je wou het hebben over stoepranden. Ja, wij willen de eerst aankomende weken eigenlijk elke keer iets vertellen over een sportdeel, een activiteit die er bij ons plaatsvindt. Nou, het stoepranden. Bij Clubhuis de Derde Helft. Bij Clubhuis de Derde Helft. Dus dat is op woensdag van 9 tot 12. Bij RCL. Ja. En donderdag van 9 tot 12 bij Alecto. Ja, dat zit naast elkaar op de Bloemert. Ja, allebei. En bij Alecto, op de donderdag, hebben we dus nu de mogelijkheid om stoepranden te gaan doen. Ja, wat leuk. Ik heb dat als kind wel eens gedaan. Maar het nadeel van die kinderspelletjes, ik ben op een gegeven moment verhuisd en in een andere stad. Daar doen ze het altijd net even anders. En dan krijg je vooral heel veel ruzie. Dus hoe werkt stoepranden in Leiden-Dorp? Maar ben je er overheen gegroeid? Nou, dat is misschien iets voor een andere keer. Het ergste is natuurlijk als je ergens komt waar geen stoepranden zijn. Dan heb je als kind een achterstand. Ja. Nou, er zit, kijk, ik heb hier dus de... Er is een hele competitie. En die competitie die is voornamelijk gestart vanuit Jantje Beton. Dus gericht op de jeugd. Ja. Wij richten ons op de senioren. Waarom ook stoepranden, de bewegingen. Het zijn veel bewegingen met de schouders, gooien, vangen. Die zie je ook veel terug in oefeningen voor ouderen. Het is en het balans zoeken, evenwicht. Dus het is heel gunstig en het is heel grappig. En welke ouderen kent het niet? Maar de vraag is, kunnen ze het nog? Ja, dat wordt er confronterend. Als je vroeger de kampioen van de straat was. Ja. En 50 jaar later denk je, oeps. Ja, we gaan het nog eventjes doen. Nou ja, kijk, ik heb hier spelregels. Ik ja, we hebben het ook in beeld. Ja, dat is een leuk plaatje. En die meekijken. Nou, iedereen weet wel wat een worp is en wat mis is, zo langzamerhand. En hier zie je dus een stoeprand. En daarnaast het oranje kunststoeprandje, noem ik hem even. Dat is een Kirby. Die hebben wij, die kan je overal neerzetten. Ja. En die staan dan normaal gesproken op een afstand van 4 meter. En de bedoeling is dat je vanaf de ene kant die bal er tegenaan gooit en dat die terugkomt tot op jouw helft. Ja. En als dat niet het geval is, dan is het een verloren worp. Dan mag de tegenstander gooien. Nou zijn er hele strenge regels, omdat dit een hele competitie is.
Daar staat dus een tijdwaarnemer bij. Mm. En dan mag je zoveel minuten spelen. Daar doen wij allemaal niet aan. Nog niet. Nee, precies. Ja. Dit is echt een oefenvorm, een leuke ervaring. En misschien dat mensen even doen en zeggen, ja, nou ja, ik vind niets. Of dat ze zeggen, nee, ik wil wel naar die competitie toe. Dan willen we daar echt zeker aan meewerken. En dan kunnen we landelijk, kunnen wij als Leiden-dorp toch wel hoog oog gooien. Ja, ja, want het is in het verleden is het best wel professioneel aangepakt in Leiden, het stoepranden. Ja, in 2017 is Thuis op Straat ermee begonnen. En dat is behoorlijk uitgebreid, want ik kwam dat tegen. Ik ben natuurlijk geen specialist hierin, maar je gaat natuurlijk een beetje voorbereiden. En daar zijn er drie Leidenaren kampioen geweest. Een titel in hun leeftijdscategorie. Ik weet niet precies wat het inhoudt. 2018, 2019, 2020 werd een fanatieke gestoeprand. Gestoeprand, mooi woord. Ja. Een puzzelwoord. Ja, is dat met DT op het eind? Nee, gewoon met een D. Nou ja, dat ga ik je niet verkopen. Nee. Helaas is het was dus Thuis op Straat. Die is inmiddels niet meer actief. Dus, maar er schijnt hier nog gestoeprand worden. Dus oproep, ja, kom naar de Bloemert in Leiden-dorp. Ja, dat gaan we allemaal doen. In de tussentijd gaan we even een liedje luisteren. En daarna praat ik graag met jou verder over deze bijzondere sport. Ik praat verder met Rob van der Groen van Clubhuis De Derde Helft in Leiden-dorp. We hadden het over stoepranden. En Rob, jullie hebben ook een filmpje aangeleverd waarin we heel mooi kunnen zien hoe het werkt. Degenen die meekijken op de webcam, die kunnen dat ook zien. Maar voor de radioluisteraars, Rob, moet je misschien even beschrijven wat er gebeurt als ik het aanzet. Nou, kijk, laten we zo in eerste instantie de dames even bedanken voor deze demonstratie. Dus zo te zien, het is moeilijker als je denkt. Ja, want je ziet de oranje, draagbare stoeprand. Dat zijn de Kirby's. En deze dames hebben het nooit gedaan, die hockeyen. En die hebben voor ons nu zichzelf opgeofferd, om het zo te zien. Maar ze hebben wel ontzettend veel lol gehad. Ja, en de bedoeling is dat je dat randje zo raakt dat hij terugkomt naar je eigen helft. Ja. Dat is knap lastig, zien we. Nou, het is een kwestie van oefenen. Het gaat hier niet goed. Maar daarom nodig ik ook iedereen uit. Ja, kijk, zo moet je samen voor de... Daarom ook nodig ik iedereen uit om morgen te komen. En gewoon het even te proberen. Eventjes te kijken. En geloof me, het is genieten. Het is heel leuk. Het is ook de bedoeling dat je bovenhands gooit. En niet zo... Nee, maar dat gooi je allemaal onderhands. Ja, dat is... het geeft een idee. Leuk. Ja, zijn op het ogenblik de twee beste spelers van ons. Kijk, dat zegt ook iets over de rest. Maar het is inderdaad hartstikke, hartstikke gezellig. Want doen jullie dit al langer of is dit nieuw? Nee, we zijn niet aan het starten. We hebben het aangeschaft en toen kwam er toen COVID ertussen. Oh ja. En nu hebben we het aangeslingerd. En we vinden het ook een leuk item om te brengen. Want heel veel mensen die herkennen dit van vroeger. Precies. En het is altijd gericht op de kinderen. Het is ook Jantje Beton die dat doet. En wij denken, maar wacht eens even, dat kunnen wij ook. En het is wel leuk om te doen. Daarom. En ja, dan zit er een competitie aan. Maar willen we wel competitie spelen? Nou, dat gaat al heel snel gebeuren. Als je even serieuzer mee bezig bent. Want hier, kijk, hier zie, kan je het goed zien, hè? Ja, hier zien we de spelregels in beeld. Hier zien we de spelregels in beeld. En ik weet niet of we nu op in moeten hoeven te gaan. Maar ik denk dat de meeste mensen de spelregels kennen. Ja. Maar hier zie je ook wel het gooien van bovenaf. Want dan stuit het die terug. Want als je hem goed raakt, moet hij nog wel over meer dan de helft terugkomen. Van die afstand. Dus en het staat 4 meter uit elkaar. Dus moet minimaal 2 meter terugkomen. En de bedoeling is natuurlijk dat je hem vangt. Want dan heb je 2 punten. Kijk, ja. En, ja, 15 punten ben je winnaar. Ja. Oké. Ja. En je bent net zo lang aan de beurt totdat je een misworp hebt. Je mag ook maximaal... Nee, als je een misworp hebt, ben je sowieso niet aan de beurt. En daarnaast mag je 3 keer gooien. Oh ja. En dan is de ander. Dus ja. We spelen allemaal. Ja. Ja. Mooi. En die oranje dingetjes, die zijn heel handig. Want dan heb je altijd je stoeprand bij de hand. Ja. Ja. Kan je achter in je kofferbak leggen. Ja. Dat hadden we dan nog niet als kind. Een kofferbak. Nee, maar ze zijn ook goed te dragen. Ze zijn natuurlijk wel zwaar. Ze moeten niet zomaar wegstuiteren. Maar nee, het is heel leuk. We hebben best wel lol gehad toen. Ja, dat geloof ik. Dat zagen we ook in beeld. En zijn er nou nog meer nieuwe sporten die jullie uitproberen? Nee, ik heb nog wel een oproep. Wij zoeken een fietscoach.
Een fietscoach. We hebben een groep fietsers en we willen niet dat de mensen verdwalen. Dus die coachtaak is gewoon een zorg dat er een route is. En dat iedereen bij elkaar blijft. En die missen we. Dus als er iemand het leuk vindt om dat te doen, dan is hij van harte welkom bij of Alecto of RCL. En dat gaat dan om gewoon fietsen? Of om die fietsmaatjes dat je met z'n tweeën op zou? Nee, gewoon fietsen. Gewoon fietsen. Dus gewoon met een groepje fietsen, een route fietsen. Ja, dat je zegt van we moeten hierheen, we moeten daarheen. En dat je iemand terugroept die de verkeerde kant op dwaalt. Ja. En dat je al, dat we afstemmen hoeveel kilometer we gaan fietsen en afhankelijk van de mensen. Ja. En dat is een beetje ingestort en dat willen we weer een nieuw leven in. Ja, de fiets is hartstikke laag. Iedereen heeft een fiets. Ja. Dus je kan misschien tussendoor nog iets leuks uitzoeken om een hapje te eten of te drinken. Of is dat dan weer niet de bedoeling? Nou ja, de mensen zijn vrij hoor. Ze zijn vrij om te doen en laten wat ze willen. Maar ik denk als je een uurtje of anderhalf uur fietst of zo en weer lekker een kopje koffie bij ons komt drinken, dan heb je iets afgerond ook. Maar ik vind het prima als we verzamelen en ze gaan. Er kunnen ook andere groepjes uit ontstaan. Het is natuurlijk niet. Wij zijn een grote animator. Precies. Van bewegen. Als er maar bewogen wordt en het is gezellig, dan is het hoe en het wat is allemaal niet zo heel belangrijk. Ja, want het Jeu de Boule, dat gaat erg leuk. Ja. Ja, mooi. Mooi. Nou Rob, ik word er helemaal enthousiast van. Ik ga zelf toch ook nog eens oefenen of ik nog kan stoepbranden. Nou, je kan een dispensatie aanvragen. Mag je langskomen? Omdat ik nog niet helemaal tot de leeftijdsgroep behoor. Nee, bijna. Precies, het gaat hard genoeg. Op weg. Breek me de bek niet open. Rob, dankjewel dat je er was. We zullen je nog wel vaker tegenkomen de komende weken. Ja, want jullie gaan nog wat nieuwe dingen introduceren. Ja. Dat doe jij, dat doen ook anderen van Clubhuis de Derde Helft. Dus, en morgen gaan we allemaal massaal naar de Sport- en Beweegdag. Je had mooi weer geregeld, hè? Ja. Want er wordt onweer voorspeld, maar dat is dan niet. Dat is daar en niet hier. Precies. Hier of daar onweer, dat is daar en niet hier. Ja. Yes. Oké. Nou, dat is helemaal duidelijk. Rob van der Groen, hartelijk dank.